Ik ben Tom van der Steen, hoofd biomedische technologie van het thoraxcentrum van het Erasmus MC. De afgelopen 25 jaar is katheteriseren bij een hartinfarct en bij atherosclerose. Dat is heel erg veel beter geworden. Maar nog steeds is het zo dat 12% van de patiënten die met de katheterisatie behandeld worden, binnen een jaar opnieuw behandeld zullen worden. En dat is gewoon heel erg veel. Kijk, we hebben in Nederland 57.000 mensen die ieder jaar zo'n behandeling ondergaan. En als we die 12%, als we dat omlaag kunnen krijgen naar bijvoorbeeld 6%, dat zijn gigantische aantallen. En dat is sowieso heel prettig voor de patiënt dat het beter gaat. Maar het is ook zo dat het gigantisch veel kosten bespaart. Voor de maatschappij en voor de patiënten ook. Een van de katheters die we ontwikkeld hebben is een katheter waarmee je zowel een plaatje kan maken als waarbij je ook de chemie van de plak kan zien. Dus je kan zien of er veel vet in zit. Een van de gasten op het symposium hier is Jim Muller. Hij is een cardioloog. Hij heeft ook een bedrijf opgericht omdat hij hartinfarcten wil voorkomen. En dat bedrijf, daar hebben wij dus uitgebreid mee samengewerkt om een nieuwe katheter te ontwikkelen. My name is Dr. James Muller. I'm a cardiologist at the Brigham and Women's Hospital, which is part of Harvard Medical School. I'm here for a conference that the Thorax Center is sponsored on. The part I'm interested in is prevention of heart attacks. We saw a tremendous summary of new optical techniques to look at the plaques that cause the heart attacks. So I founded a company called InfraredX that has built a new catheter that can do two things. It can see the structure of the plaque and the chemistry. Patients are very familiar with being told the artery is 40-50% blocked, but what is the blockage made of? If it's made of cholesterol, it's probably dangerous. If it's not cholesterol, it might be safe. The catheter can tell those two kinds of plaques apart. The device has an interesting history. I tried to build it in the United States, in Boston, but we knew that we needed expertise that we did not have. So I sought out the Thorax Center, sought out Ton, and with the help of the Thorax Center, we were able to take the device, which measured chemistry only, and add ultrasound to get a picture of the plaque. That catheter was first in the world used at the Thorax Center, and it's in use at the Thorax Center now. The pivotal trials to prove that a certain type of plaque goes on to cause a heart attack are in progress. There are two of them, large trials, thousands of patients. There'll be an answer within the next several years.